Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal in de grote droge tijd de zandwegen aanpakken. Woorden van OW-minister Patrick Pengel. De bewindsman zegt dat het ministerie op de hoogte is van de slechte staat waarin vele van de secundaire wegen zich bevinden. Het is niet alleen onze taak om de geasfalteerde wegen te rehabiliteren, maar ook de secundaire wegen moeten onderhouden worden. De onverharde wegen krijgen zeker onze aandacht in deze grote droge tijd, zegt de bewindsman. We zijn bezig met het aanschaffen van materiaal om deze wegen aan te pakken. En daarna u ziet zelf nu de activiteiten. En we spannen ons ook in om equipment aan te schaffen voor het ministerie zelf. Dat we een aantal dingen eigen beheer kunnen nemen. En ervan verzekerd zijn dat de werkzaamheden uitgevoerd worden zoals die moeten plaatsvinden. Onze burgerinformatieunit gaat binnenkort formeel open. En dan, daarmee gaan we ook proberen om de participatie met de gemeenschap op te voeren. Zodat de gemeenschap samen met ons, kijkt naar het beheer en onderhoud van wegen. Het kan zijn dat we, een weg over het hoofd hebben gezien, maar misschien is de staat van de weg zo snel achteruit gegaan dat het niet kan wachten tot de volgende geplande onderhoudsbeurt. Maar dat de gemeenschap dus in interactie is met het ministerie. Om ook dit soort zaken aan te pakken. We gaan op korte termijn ook in de districten beginnen. Er is goed overleg met de DC's. Ik ben op directe contactbasis met de DC's. En we proberen dus samen met de diensten van het district te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen om het onderhoud van deze van de secundaire wegen en de primaire wegen op peil te houden. Pengel zegt dat het ministerie blij is met de input vanuit de gemeenschap over de slechte staat van de zandwegen. Er wordt momenteel gekeken naar alternatieve methoden om de onverharde wegen aan te pakken, zegt de bewindsman. We zijn met het grondmechanisch lab bezig om te kijken naar alternatieve verhardingsmethoden voor de onverharde wegen op dit moment. U weet dat het afgraven van schelpen aan banden is gelegd. En we moeten dus voor deze zandwegen moeten we dus naar andere mixtypes kijken. Met bijvoorbeeld heel fijn steenslag. Of kijken naar inderdaad misschien een optie met lateriet of kraskou of een ander materiaal, baanzand. Maar in het grondmechanisch lab zijn we bezig om mixontwerpen te maken. Om te kijken welke van deze mengsels goed geschikt is voor de tot nu toe onverharde wegen. Ook onderhoudstechnisch, dat het wegen zijn die veel minder onderhoud vergen. En wat voor soort onderhoud er aan te pas komt, als het alleen maar een grader is of dat je dan ook moet compacteren met een trilplaat of met een wals of iets dergelijks. Hiermee zijn we bezig. Patrick Pengel, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak over de herstelwerkzaamheden aan de zandwegen in de grote droge tijd.